Maarten Boeven, een 2-1 overwinning tegen Sportclub Genemuiden na een 2-0 ruststand. Hadden jullie voor de rust de knock-out niet uit moeten delen? Ja, misschien wel. Hè. Je komt op 1-0 en via een voorzet van Melvin en de hoofd van die gozer komt met 2-0 voorsprong. Dat is tegen Genemuiden natuurlijk hartstikke goed. We hebben mogelijkheden gehad, kansen gehad eerst zelf om misschien 3-0 te maken. Maar je moet gewoon blij zijn dat je de rust in gaat tegen Genemuiden die toch tweede staat met een 2-0 voorsprong. Na rust heb je de mogelijkheden nog gehad en je geeft denk ik de 2-1 te makkelijk weg. Waarbij de tegenstander gewoon makkelijk tussendoor dribbelt en niemand gaat het duel aanhagen. Wat wel vervolgens heel goed gebeurt is dat jullie ze ver bij de goal van CSV Apeldoorn vandaan weten te houden. Ja, ik denk dat we vandaag gewoon goed in het duel zaten. Als je kijkt, Melvin die zat vanaf minuut 1 goed in de duels. Goede voetballer tegenover ze staan, maar ja, die gozer heeft gewoon... die schat gewoon niet in de wedstrijd. Aanname en Melvin zat er weer op. Voor de aanname zat Melvin erop. Ik denk dat we overal over het veld geen duels... vergaten te doen, zeg maar. En zo zie je, dan blijf je lekker in de wedstrijd. Ja, een mooie overwinning. Verder richting de top. Voor jou ligt het toch even een heel klein beetje anders. Zaterdag kun je nog meedoen, maar daarna wacht een operatie. Ja, is nu niet zo heel belangrijk. Maar ik loop al een jaar met knieproblemen. En de laatste 2 maanden slik ik alleen maar paracetamol voor de wedstrijd en training. En dat vond ik een beetje ver gaan. Ik kreeg er overdag ook gewoon veel last van. En er moet wat gebeuren. Meedoen om de prijzen, dat is een doelstelling dit seizoen. De eerste periode is naar Assen, maar dat volop meedoen, dat lukt wel, hè? Ja, ik denk dat we volop meedoen. We hebben een valse start gehad thuis tegen AZSV. En niets verwacht. En die 5 tegendoelpunten was gewoon te veel. Ik denk dat na die tijd gewoon goed oppakken en veel vertrouwen hebben. En we hebben meer mensen die een doelpunt kunnen maken. Iedereen is lekker een beetje fit. En maakt niet uit wie erin staat. Degene die vanaf de bank erin komen, die maken ook gewoon lekker een minuut en doelpuntjes.